en welkom bij Vitanimo Test Uit. En van deze keer testen we iets uit in Walibi Holland. Jawel, Walibi Holland, waar ik achter mij de doner kebab of de pita of een broodje pita ga testen. En ik ga jullie straks wel meenemen en kijken wat ik ervan vond. En ik ga ook wel puntjes enzovoort gaan uitdelen en scores geven, zoals ik jullie gewend zijn in Vitanimo Test Uit. Dus deze keer test ik gewoon de broodje kebab. Test ik dat gewoon uit, zomaar, voor jullie. Dus een broodje kebab of broodje pita. En met een blik erbij en daar betaalden wij hier €7,95 voor. Lijkt mij wel een schappelijke prijs. Nu benieuwd of dat ook wel een lekker smaak. Dus het zal ook wel lekker zijn, denk ik. Kan ik hier een eerste hapje nemen? Ja, pita. Normaal, hè. Vind ik eigenlijk wel lekker. Straks kun je kijken of het broodje lekker is. Ik probeer het nu vast te nemen. Om een bite te nemen. Ja, lekker. Ik kan even alles. Nee. Jeffrey is er ook bij. Jeffrey, vind jij het lekker? Heel lekker. Ja, ook. Ja. Maar goed. Ik ga een beetje verder eten, maar straks komen de puntjes. Tot straks. Ja, ben je al terug. Op, op, alles is op. Zo, Samson en Gert en Marie en wie dan ook zingen. Tijd om punten te geven, om een score te geven. We hebben er eventjes over nagedacht. Ik wil eerst beginnen met puntjes te geven voor prijs, kwaliteit en smaak. Dat hoort daar ook allemaal bij en dat is op 5. Vond het lekker. Er waren hele verse groentjes hier tussen zaten. Alleen het vlees was een beetje aan de koude kant. Dat is wel spijtig. En toch zou ik daarvoor een welverdiende 4 op 5 geven. En dat gaat hier boven ergens komen. Pling! Hey, en dan zo wat een beetje van sfeer, gezelligheid, bediening. Hey, dat ging er ook wel bij hoort. Vond de kassa-juffrouw die daar stond, vond ik zo wel een beetje kille en koeltjes. Vond ik niet zo vriendelijk. Dat is wel jammer. Het ging eigenlijk wel behoorlijk vlot. We waren redelijk snel bediend. Alles werd vers gemaakt, dat is ook wel altijd fijn. En we hebben hier ook plaatsen om te zitten, bankjes en wat dan ook. Dus ik denk of je zou daaraan geven. Dat komt hier toch? Ja, hier komt het. Een 3,5 op 5. Ja. En dat brengt het totaalscore van, een keer rekenen en tellen, een keer heel diep denken, een 7,5 op 10. Ah, dit seizoen is het op 10 de puntjes. Hé. Een 7,5 op 10 voor een broodje pita met een drankje. Een eerlijke prijs ook, dat heb ik bij vergeten bij te vertellen. Ik vind dat niet te duur is, dat het eigenlijk wel zijn prijs waard is. Maar goed, kijk, vond je dit hier leuk? En ik moet ook nog zeggen, je hoeft het met mij niet eens te zijn. Het zullen waarschijnlijk mensen zijn die dat niet lekker vinden of helemaal super lekker vinden. Maar vond je dit een leuke test uit? Geef dan een duimpje. Abonneer op dit kanaal voor nog meer dingen die ik ga uittesten dit seizoen in een aantal parkjes. En ik zie jullie graag, maar dan ook heel graag terug in een volgende aflevering. Joekes!